Ergens in een klein dorpje in België ligt een verlaten hotel wat ooit een 3-sterren restaurant had. Het is nu één grote ruïne. Langzaamaan zal het compleet worden overgenomen door de natuur. Het hotel is in 1983 gebouwd in opdracht van een zekere Rogier Souvarij, die de toenmalige hoofdkok in het restaurant was. Hij behaalde op deze locatie maar liefst 2 Michelinsterren voor zijn kookkunsten. Het eens zo roemrijke sterrenrestaurant staat nu al 11 jaar leeg. Het koninklijk bezoek van weleer is vervangen door krakers en vandalen. Het domein dat in natuurgebied ligt, dreigt een schandvlek te worden. Oké, beste kijkers, we lopen nu naar het verlaten hotel. We gaan zien wat het precies is. We kunnen het nog niet helemaal vinden. Maar we lopen nu door het bos. Maar is dit erg groot allemaal. Wow. Kijk eens even. Kijk eens even. Holy shit. Het is hier echt gesloopt. Ja, dus dan een garage. Cool. Ja, wel helaas helemaal gesloopt. Hier groeien de planten gewoon dwars door de ramen heen. Wat vind jij er tot nu toe van, Paul? Ja, jammer dat alles zo veel gesloopt is. Het staat eigenlijk al, denk ik, te lang leeg. Ja, dat denk ik ook. Cool, ik denk dat we eerst even hier gaan kijken. We kunnen hier op het dak. Zo. De natuur is hier echt aan het overnemen. Kijk hoeveel. Toch van rot echt helemaal.
een heel mooi kasteel. Of een hotel, restaurant. Allemaal hevig verrot. Ja. Kijk, ze proberen het gebouw zelf wel te steunen, te stutten. Omdat anders gewoon, denk ik, instortingsgevaar. Wel jammer van zo'n gebouw. Ik denk niet dat je dit nog kan renoveren. Nee, dit is zeker niet meer. Nee, ik denk dat dit binnenkort tegen een vlakte aan gaat. Het mos groeit zelf al op de grond, mensen. Moet je kijken. Gaan kijken wat hier is. Oh kijk, hier hebben we zelf nog een soort... Ik weet niet wat het is, maar het ziet er wel mooi uit met die ramen. Hier ook nog een bad. En denk ik een of ander badkamerhokje ofzo. En dit is dan, ik denk dat de mensen hier dan een ja. Ik denk dat dit een persoonlijke kamer was. Hier stond al een bed, zeg maar, met wat stoelen en dan was dat je badkamer. En dan was dat, kon je weer gaan op naar een andere hotelkamer. Ja. Hier heb je nog zo'n kamer. Met inderdaad weer een badkamer met, denk ik wel, een douche erbij. Zo, ja. Nieuwe bouw of niet daar? Ja, tenminste. Maar waarom? Nou ja, toen was het of verbouwen of slopen. Ja, nou ja, het is. We zijn er mee gestopt. Ja, zonde. Gaan we niet uit op een of andere manier? Nee. In de kelder. Of de kluis. Hier zat de kluis, denk ik. Ja. Brandkast. Denk ik. Ja. Of een lift ooit naar boven, maar nee. Yo beste kijkers, dit was alweer een nieuwe aflevering van Lost Buildings in een verlaten resort. Een spa, hotel, jaar of 10 al leeg.
Yes. Check je later. Later. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please.